Ja, ik heb interesse om een paard bij jullie te kopen. Ja, wie Ja. zoekt er? Een schommelpaard. Hey, hey, ik ben Jamila Baidoo en welkom op mijn kanaal. Vandaag neem ik mijn gsm er weer bij, want we gaan weer prank calls doen. Ik heb namelijk aan jullie gevraagd op Instagram om mij allemaal verschillende vragen door te sturen die dat ik zou kunnen stellen aan mensen in een winkel of dergelijke. Maar eerst ga ik even starten met de shout-out natuurlijk. Het is al een aantal dagen geleden dat ik een video heb geplaatst. Ik heb gisteren een livestream gedaan, maar ik ga de shout-out pakken van de laatste video. Waar het dateert van 3 dagen geleden. Shout-out gaat naar Ines Hanin en die zegt: wie wil ook nog eens dat Jamila Amerikaans snoep eet? Ik wil dat zeker nog wel eens doen. Met het bedrijf waar ik mee samenwerk, die hebben ook altijd nieuwe spullen en zo. Dus ik kan dat zeker nog wel eens doen. En dan, ik heb een aantal vragen van jullie opgeslagen. En er zijn er echt wel leuke bij. Dus ik ben benieuwd om die ook uit te voeren. Nu, de allereerste die ik ga bellen komt van Mouton Livia. Don't know, in ieder geval zoiets. En die zei dat ik dus moest bellen naar de winkel en moest vragen hoeveel soorten maanverband ze hebben en hoeveel bloed het kan opvangen. Dus ik kan dat iets van een eigen draai geven, maar het komt erop neer dat ik dus deze vraag ga stellen aan de volgende beller. Goedemiddag. Ik heb eens een vraagje. Hebben jullie maandverband? Ja. En zijn dat veel verschillende soorten, of? Nee, dat is hier beperkt. Dat is hier beperkt, stuk of 4, 5. En houdt dat veel bloed tegen of valt dat mee? Ja, er zijn de zwaardere zit er ook bij. Ah ja. De long en zo. Dus, Maar het is niet dat dat gaat doorlekken of zo, hè? Nee, helemaal niet. Ik heb ook Fania nacht, dat zijn ook heel dikke. Dus. Maar dat zit toch heel lastig dan? Hoe zeg je? Dat zit toch heel lastig in uw broek? Dat zou ik niet kunnen zeggen. Daar heb ik ervaring mee. Ja, dat is waar. Ja. Nee, goed, dan zal ik wel eens langskomen. Ja, dat is goed. Dank u. Oké, deze was zo ineens minder grappig als dat ik dacht dat dat ging zijn. Omdat die mensen er ook gewoon normaal over doen. En eigenlijk is dat ook normaal. Als je naar de winkel belt en je vraagt van: hebben jullie maandverband? Houdt dat veel bloed tegen? Dat zijn eigenlijk niet echt vragen die daar raar zijn voor zo'n winkel. Als je nu die vraag binnen een bekker stelt, ja, dan kun je wel eens een ander antwoord krijgen. Ik kon een bekker bellen. Goedemorgen, met Sanja. Goedemorgen. Ik heb eens een vraag. Die maandverbanden die jullie verkopen, houdt dat veel bloed tegen, of? Ik denk dat dat niet bij ons is. Hoezo? Zijn bakkerij Chris. Ja, jullie hebben toch zo'n automaat met maandverbanden, hè? Nee. Ah. Dat is van ons, denk ik. Nee. Ja, ook dit was niet zo grappig als dat ik dacht dat het ging zijn. We gaan naar de volgende. De volgende komt van xmarie_b. En die zegt: ik heb een tennisraket gekocht, maar er zitten gaten in. Hallo, mijn sportpaar. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik heb eens een vraag. Ik heb van de week een tennisraket bij jullie gekocht, hè? Ja. Toen ik die opende, zaten er gaten in. Gaten? Ja. Oei, dat is raar. Allee. Normaal is dat toch een volledig gesloten vak? Ik snap het niet. Allee. Wacht, ik ga eens even iemand doorgeven. Ja, dankjewel. Goedemorgen. Ik heb onlangs een tennisraket bij jullie gekocht. Ja. Maar er zitten van die gaten in. En in een draad, of? Ja, dus het platform waarmee dat je dan de bal raakt, zal ik maar zeggen. Ja. En daar zitten gaten in. Oh ja, dat is gewoon een draad is kapot gesprongen, zeg. Goh, nee, het zijn allemaal kleine gaatjes, dus niet echt gigantisch grote, maar zo van die kleintjes overal eigenlijk. Bedoelde een padelraket of een tennisraket? Een tennis, ja. Een tennis, maar er zitten toch altijd gaatjes in? In een tennisraket? Ja, anders moet er gewoon mee terugkomen. Ja, ik bedoel gewoon het platform waar het een bal geraakt wordt. Normaal is dat toch gewoon helemaal dicht? Nee, daar zitten altijd gaten in. In een tennisraket toch niet? Jawel. Ah, dat zijn allemaal kleine gaatjes dan? Ja. Ah, dat is raar. Ja, en volg de tennislessen, want... Ik was dat van plan, ja, want wij gaan op vakantie vertrekken. En ik wou dat al meepakken voor een beetje te oefenen. Dat is normaal. Maar eens kijken naar een tennisdingen, dat zijn allemaal kleine gaatjes erin. Allee, zo de kottekes, dat is een draad, hè? Ja, het ziet er inderdaad als een gespannen draad uit, klopt. Kan die een bal er dan niet door? Ja, maar dan ja. De draad is een centimeter op een centimeter, hè? Ja, maar dat gaat toch sneller kapot als er een bal tegenkomt? Ja, maar zo snel gaat dat niet kapot. Dan moet al heel veel spelen. En dan gaat meestal de draad verslijten. Maar het ding is, mijn man die is afkomstig uit China. En in China is er eigenlijk een gewoonte om met een tennisraket en dan met rijst te gooien eigenlijk, in de plaats van met een tennisbal. Maar ja, ik weet niet in hoeverre dat die rijst daar niet door gaat vliegen. Hè? Ja, rijst gaat er door vliegen.
En er is dan niks wat ik kan kopen dat het er niet door gaat vliegen, of? Maar ik denk dat hij het in België niet gaat vinden, zo'n dichte tennisraket. Ja, ik zeg het, maar een man is uit China en die zei dat van, wij hebben van die dichte tennisraketten, zodat de rest er niet doorvliegt, hè? Ja, ja. Mag jij dit alleen terugbrengen, maar dat kan ik gewoon toe. Jij hebt er nog niet mee gespeeld? Nee, nog niet. Mag jij die terugbrengen als er niet zeker zit, maar... Ja, een tennisraket is allemaal met gaatjes in. Ja, dan zal ik niet meer rest kunnen spelen. Dan zal het met een tennisbal worden, hè? Ja. Nee, goed. Zo gaat dat overal zien. Dichte tennisraketten, dat bestaan niet. Dat is altijd met een draad, met een besnaring. Ah ja. In China worden die tenniswedstrijden ook met rest gedaan en niet met een tennisbal. Met een bal. Ja. Maar dat weet ik natuurlijk niet. Dat kan dan. Ja. Daar ga ik mij niet over oordelen. Dat zal wel zijn, maar dat is... Met een tennisbal is dat echt gewoon altijd op een draad. En hoeveel meer spanning dat heeft, kun je meer met kracht spelen en met dingen allemaal. Ja. Maar je moet dat maar eens googlen. Een echte tennisraket is altijd met gaatjes. Oh, wel een lieve vrouw. Het is een lieve vrouw. We gaan ze niet uitleggen, maar het is echt een toffe lieve vrouw. Maar ja, die is er ook helemaal mee weg. In China met rest. Tennis, ik ken er niet mee. Yes. Ik ga bellen naar een manege, een paardenmanege. En ik ga zeggen dat ik les wil volgen, maar wel op een schommelpaard. En die kwam trouwens van m.h_2006_. Ik had al gezien met Jan. Goedemiddag. Spreek je met de manege? Ja. Ja, goeiedag. Ik had eens een vraagje. Kunnen er lessen gevolgd worden voor paardrijden bij jullie? Ja, maar dan zit je wel gezien in de brasserie, hè? Ah, ik had ook gebeld naar de manege zelf, maar er nam niemand op. Ja, maar ja, dat kan. Weet je, anders moet je gewoon een mail. Kun je een mailtje sturen? Nee, ik kan dat niet. Pardon? Ik kan dat niet. Dan gaat het moeten terugbellen, want die zijn met verlof op deze moment, de verantwoordelijke. Dus, maar die, normaal gezien, is die de komende week is die terug. Ja, maar weet u toevallig wat ze daar schommelpaarden hebben of niet? Of dat ze? Of als ze schommelpaarden hebben. Schommel? Schommelpaarden, ja. Ik heb nog nooit niet gehoord van een schommelpaard. Ja, dat is een ras. Nee, dat zijn helemaal geen schommelpaarden. Dat is raar, normaal heeft elke manege toch een schommelpaard? Ik heb nog nooit niet gehoord zelfs van een schommelpaard. Ah, je moet dat maar eens... Dat is een ras. Ja, dat is een ras, maar je moet dat maar eens opzoeken, hoor. Een schommelpaard, je zult dat wel herkennen. Ik denk niet dat ik dat moet opzoeken. In ieder geval, hè, wel, en dat ben ik zeker van, dat er geen schommelpaarden hebben, van. Ah, niet? Nee. En dat is raar. Nee, dat is niks raar aan, denk ik, volgens mij, van. Dat is een ras, hè. Je hebt verschillende rassen en dat is een schommelpaard. Maar, allee, het is niet omwille van het feit dat elke manege een schommelpaard, hè, dat wel een schommelpaard hebben, hè. Ja. Nee, dat hebben we wel een niet. Goed? Ja. Oké. Dag, hè? Dag. Die een dag van mij op het einde. Dag. Oh, ja, het is niet omdat elke manege een schommelpaard heeft, dat we wel een schommelpaard moeten hebben, hè. Ik ken er niet mee gewoon. Voor de mensen die dat niet weten waar een schommelpaard is, zoek dat alsjeblieft op, hè. Hallo. Ja, hallo, goedemiddag. Verkopen jullie paarden? Ja, met wie is? Met Stefanie. En wie is Stefanie? Ja, ik heb interesse om een paard bij jullie te kopen. Ja, wie zoekt er? Een schommelpaard. Een wat? Een schommelpaard. Een schommelpaard? Ja. Voor een speeltuin of wat? Nee, dat is een ras, hè, een schommelpaard. En wat? Dat is een ras van paarden, hè, een schommelpaard. Een ras van paarden, schommelpaard. Ja. Daar ben ik nog niet mee. Ik moet nog een beetje naar school gaan, dan denk ik. Ah, oei. Ik heb er nog niet van gehoord. In wat prijsklasse zoekt iets? Tussen de 5 en de 10. En wat moet er mee gebeuren? Wat moeten die kunnen? Schommelen, hè, schommelpaarden, hè. Ah, ja. Ik denk dat je best nog een schommelaar kunt bellen dan, maar niet naar mij. Een schommelaar? Je hangt op. Wij moeten die kunnen. Ja, schommelen, hè. Allee, ja. Ik ken er niet missen. De volgende is van Sien_700. Of 7002, beter gezegd.
Of ze iets hebben voor je kat die de krollen van de trap krabt. Deze vond ik echt grappig toen ik die les kon een dierenwinkel bellen. Maxis, dat is Sinterklaas met Danke. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Ik heb eens een vraag. Ik heb sinds kort een katje gekocht. En ja, ik weet niet of jullie daar zo dingen hebben tegen het feit dat de katten... mijn kat die krabt constant de krollen van de trap. Ja, we hebben dan zo wel een spuitbusje dat eigenlijk ja, gaat vermijden dat ze ergens aan gaan krabben of gaan sproeien van dat gedrag te vermijden. Maar dat zijn, ja, wat voor iets is dat? Wat voor stofken is dat? Ja, dat is zo'n, goh, ik ken de naam daar niet van. Maar dat is een tapijtachtig. Ja, inderdaad. Ja. Ja, het probleem is dat ik natuurlijk, ik denk dat wel gaat lukken. Allee, dat er wel tegen gaat helpen, maar het mag natuurlijk ook geen plekken gaan veroorzaken. Hè. Ja, maar het is echt een trap, want ze knapt echt constant die krollen van die trap. Het is echt gewoon puur daar naartoe. Ja. Ja, ik zeg het, ik heb zo'n spreken dat je erop kunt spuiten, dat je wat gaat afweren. Dat kun je altijd eens proberen, maar voor de rest heb ik daar niks tegen. Dat ja, ik zal zo'n spray proberen. Hè. Allee, een ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen, dus die kat zal dat wel niet meer doen dan zeker. Ja, wel. Het is dan normaal gezien niet. We verkopen dat regelmatig en die mensen komen er altijd content terug. Dus het is proberen waarschijnlijk wel waard. Hè. Ik zeg zo twee keer, ja, mijn kat krabt de krollen van een trap. Oh ja, we hebben er wel een spreekje voor. En dan daarna, een ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen. Oh, die heeft dat zo niet door, dat ik gewoon spreekwoorden ontzeggen ze. Ik kan er niet missen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb sinds kort een katje gekocht. En die krabt constant de krollen van een trap, dus ik weet niet wat ik er tegen moet doen. Heeft hij een krap al? Nee, dat is echt op de trap. Ja. Maar ze heeft geen krap al. Nee, ja. Weet je, katten, ze hebben een natuurlijke behoefte inderdaad om te krabben. Ja. Moet je een krap al geven, hè? Ja, wat ik nu ook wel doe, want ik kan natuurlijk wel de deur afsluiten naar de trap toe, hè, in van de living afsluiten. Want ja. Ja, wat ik nu eigenlijk doe, is gewoon de kat bij de melk zitten, hè? Ja, wel ja. Ja. Of een plankje, krabplankjes hebben we ook, hè? Ja, ik zal momenteel de kat nog even uit een boom kijken en dan zal ik wel... Zie maar. Dan weet je dat eigenlijk wel... Allee, ze gaat dat sowieso blijven doen, hè? Ja, gaat dat niet stoppen zomaar? Nee, want die hebben die natuurlijke behoefte van hun nageltjes aan te scherpen. Dus dat is normaal, hè? Ja, dat is ook alleen maar als wij niet thuis zijn eigenlijk, ze. Ja, dat kan. Dat is zo... Ja, als de kat van huis is, dan dansen de muizen, maar in dit geval dan danst de kat. Ja, het is normaal. Kat doet dat. Dat is de natuurlijke gang van zaken dat katten dat doen. En meestal, als dat binnenhuiskatten zijn, is dat aan een krabpaal dan, hè. Ja. Ja, dat is een vogel voor de kat, hè. Ja. Ja. Nee, dat is gewoon. Dan zal ik eens kijken wat ik kan doen, hè. Allee, man. Ik heb 6 spreekwoorden met een kat ingebruikt. Gewoon 6 spreekwoorden. En nee, maar dat gewoon niet door. Ik kan echt niet. Ik kat echt niet. En dat was ook ineens de liste, so it's gonna stop here. Ja, er waren wel een paar grappige dingen bij. Ik vond die tennisraket wel grappig. En dan met die kat. Al die spreekwoorden, ik ken er niet mee. Misschien moet ik eens een volledige prank call enkel van spreekwoorden doen. Lijkt me nog wel grappig. Als je deze leuk vond, vergeet dan zeker niet te abonneren door na de video op het cirkeltje te klikken. Ook het belletje ernaast, zodat je altijd een melding krijgt wanneer ik een nieuwe vlog of video plaats. En dan zie ik jullie morgen om 5 uur terug bij de vlog waarin wij onze sleutel van het huis ontvangen. En dus ook een house tour. Wel nog een leeg huis, weliswaar. Maar dan kunnen we toch wel eens kijken. Dus ik zie jullie morgen om 5 uur. Doei!